Ik ben Emilio Calderola, chef-kok van Cinema Paradiso. Wat ik ga vandaag presenteren is een visgerecht. En dat zijn conchillas met gambas. Klein beetje olijfolie in een pannetje. Dan zout en peper. Van tevoren is heel belangrijk dat een hete pan op de vuur staat met een heel klein beetje olijfolie. Want ze moeten niet frituren, alleen bakken. Kunnen we bijvoegen de gambas. Om een beetje kleur aan de bordel te geven, ga ik wat wilde spinazie aanbakken. Nou, ondertussen mijn conchillas en de gambas zijn klaar. Moeten niet te lang. Dit is knolselderijpuree. Dat gebakken spinazie is mooi voor de kleur in het midden. Dat zijn zalmeitjes. Helemaal af te maken doe ik een klein beetje gefrituurd pastinaken. Als je dit bord wil bewonderen, moet je lekker bij Cinema Paradiso zijn.